Nederland. En de Benelux. Dus ik ben vast begonnen aan een Engelstalig singer-songwriter repertoire. Het zit allemaal hetzelfde in elkaar. Je hebt een melodie. Met een emotioneel beladen stem. Ergens op wachten. Als een hik met staren naar haar en alleen maar daar. En ik schrijf het in het rond, net niet op schaatsen. Want de vrouw net een beetje stinkt, dat je net niet komt. En je net niet komt, dat je net niet loopt, dat net niet rijdt. Daar gaan we! Stefan doet het huis, Stefan doet de was. Stefan zorgt voor eten, zeg nooit ik pas. Ik denk dat ik ga stoppen met roken, omdat mijn bloedje roept in de ogen. Waarom was hij nou in één keer zoveel slag? Ja, Geert, dat is zwom te houden, tuurlijk. Arie zegt altijd, hoe minder jij weet, hoe beter mij. Ik ben Isa Hoes en ik sta in de voorstelling Joke. Oh, Hans! Zeg, pomp op die achterband en fiets achterna! Wij moeten onmiddellijk de burgemeester waarschuwen! We hebben geen minuut te verliezen! Joke gaat over Joke Kranenburg. Joke Kranenburg was de vrouw van Arie Kranenburg. En Arie Kranenburg was een Utrechtse politieman die in 1977 vermoord is door een RAF-terrorist. En de voorstelling gaat over de avond van de moord. Joke zit thuis te wachten op haar man, omdat ze weer eens een keer samen uitgaan. Ze is hoogzwanger van hun tweede kindje. Ze hebben een kindje van nog geen 2 jaar. En hij komt niet thuis. Er komen 2 mannen aan de deur iets heel anders melden. Ze zeggen dat Arie het café dat bomvol zat vanwege koopavond is binnengestrompeld. Dat de eigenaar van het café een ziekenauto heeft gebeld. Ze zeggen dat zijn laatste woorden, help me, ik ben beschoten waren. Joke is een monoloog, dus ik sta in mijn eentje op het toneel. En dat is wel heel anders dan wat ik gewend ben. Ik sta meestal met 2 of 1 andere karakter of figuur op het toneel. En dan heb je tegenspel. En dat moet je nu alleen doen. En in het begin had ik daar wel een beetje moeite mee, omdat ik dacht, ja, hoe ga je dat aanpakken? Het zijn gedachtes, het zijn soms wel gesprekken, maar die doe ik alleen. Maar daar hebben we toch wel een mooie vorm voor gevonden. En ik vind het nu ontzettend leuk om te doen. Van Mühlhausen aan avond na afsluit de obduction metgeteild. Ik vind het een hele lekkere voorstelling om te spelen. Het is een emotionele rollercoaster, dat is het wel. Want ik ga van verdriet naar woede, naar cynisme, naar wanhoop, nog meer woede, nog meer verdriet, nog erger. En al dat soort schakeringen. En dat is inderdaad vrij heftig om te doen. Je kan nooit even af en denken, nou gaan zij even een scène spelen. Ik moet het allemaal doen. Maar omdat het zo mooi geschreven is, kan ik ook, ik weet niet, dan zit ik er zo in dat het tot het einde toe gewoon klopt. En dan zie ik mensen inderdaad na afloop zeggen, jezus, hoe hou je dat van? Dan denk ik, ja, ik heb het, ja, het gebeurt. Het neemt mij toch mee, dat stuk. Vroeger had ik mooi lang haar. Tot aan mijn billen. Iedereen vond het altijd prachtig. Het was wel een hoop gedoe hoor, lang haar. Klitten, borstelen, wassen, drogen, weer klitten. Er zitten eigenlijk heel veel mooie stukjes in. Wat ik een heel mooi stukje onder andere vind, is de scène dat ik, dan zeg ik dat ik muziek moet uitkiezen voor de crematie. En de tekst is, u mag 4 muziekjes uitkiezen, mevrouw. Dat ik dan zeg 4 muziekjes voor een heel mensenleven. En dan ga ik dus de muziek uitkiezen en draaien. En daar vertel ik wat over Arie. En ik zal niet vertellen dat het leven zwaar is. Nee hoor, ik zal dit, ik zal dat, ik zal dat. Omdat Arie ooit gezegd had, je mag niet wegkwijnen als er iets gebeurt. En dan komt er een soort stukje wat ik een heel mooi stukje vind. Ik zal niet vertellen dat het leven een hel is. Ik zal vertellen dat in het voorjaar de hyacinten zullen bloeien die jij vorige week in de grond hebt gestopt. Er zit een huwelijksaanzoek in van Arie naar haar. Vind ik ook een heel mooi stukje. Maar je moet me stoppen, want anders ga ik alle stukjes opnoemen. Ik vind eigenlijk heel veel stukjes mooi.
Ik denk dat ik het meest trots ben op het feit dat ik de voorstelling überhaupt speel. En het, daar bedoel ik niet mee van, nou, ik ga op en oh, wat ben ik trots. Daar gaat het niet om, maar ik zei heel intuïtief ja toen Guusje mij vroeg. Toen ging ik het lezen, dacht ik, Jezus, hoe ga ik dit spelen? Toen zeiden heel veel mensen om me heen, ga je een monoloog doen? Heb je daar zin in? Dat ik dacht, heb je dat wel gerealiseerd? Je gaat alleen op tournee, je staat alleen op het toneel. En dan dacht ik ook, oh ja, daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Maar ik dacht, ja, maar ja, ik heb waarschijnlijk niet voor niks ja gezegd. En we zijn het nu aan het maken, of we zijn het nu aan het doen, het spelen, al een aantal voorstellingen. En mensen zijn heel erg geraakt, tot nu toe. En dan denk ik, ja, dat vind ik, ik ben eigenlijk zo blij dat ik dit dus heb gedaan. En dat ik dit mag doen, dat ik deze voorstelling mag spelen. Vanavond een reportage uit Duitsland naar aanleiding van de ontvoering van Hans-Martin Schleyer. Om nieuwe ontvoeringen te voorkomen worden hier in Bonn alle belangrijke personen en gebouwen door de politie bewaakt. Als ik Joke in drie woorden moet beschrijven, dan zou ik zeggen, Joke is een sterke, humorvolle vrouw. Ik vond het geweldig. Echt geweldig. Ik vond het zo in verhouding met de realiteit. Echt een realistisch verhaal. Wat ik prachtig vond was de eenvoud. Met zo weinig middelen. En helemaal in je eentje. Alles in één kleur, een paar zetstukken. En dan toch zo'n heel verhaal kunnen vertellen. Oeh, eindelijk zijn mijn billen kleiner dan mijn buik. Halleluja!